De directe aanleiding voor het versturen van de brief naar gebedshuizen om op Goede Vrijdag stil te staan bij de gebeurtenissen was de aanslag in Istanbul vorige week. Dit overstijgt elke religie. Wij denken dat elke religie, dus elke gemeenschap vrij moet worden gelaten hoe ze daar aandacht aan geven. Het leek ons organisatorisch te veel werk om alle religieuze gemeenschappen bij elkaar te krijgen, zeg maar. Dus wij vonden van, nou ja, als ieder gebedshuis daar op zijn of haar manier aandacht aan kan besteden, dan zijn we lang blij. En die uitnodiging werd goed ontvangen, ook bij de christelijke gemeenschap in de stad. Bloedvergieten is inderdaad overal op het ogenblik. En dat baart ons grote zorgen, ook in deze stad waar we als Joden en Christenen en moslims en alle andere mensen die deze stad bewonen het toch gewoon goed met elkaar willen hebben. Dus willen we graag ook delen wat ons beweegt op zo'n moment. Gezamenlijk van onze afschuw getuigen, maar ook gezamenlijk toch blijven zeggen van wij gaan voor solidariteit en wij willen het in deze stad goed hebben met elkaar. De organisatie komt vanavond tezamen met de gemeente om te bepalen hoe het programma er inhoudelijk uit komt te zien. Kom alsjeblieft naar de Dam, heel erg belangrijk. Laat je stem horen, laat horen dat de vrijheid voor alles gaat. We hebben er honderden jaren voor gevochten en dat zal altijd zegevieren. Niemand tornt aan onze vrijheid.